De 27e tweedehands boeken- en platenbeurs van Harmonie Concordia in Maaseik is in volle gang. Nog tot en met 19 februari kun je er dagelijks terecht voor een groot aanbod aan boeken en muziek. Ja, het is een massa. Medewerkers zijn ook het hele jaar bezig met die boeken te verzamelen, te sorteren op hun genre, te sorteren op hun belangrijkheid, te sorteren op hun commerciële relevantie. Dus dat is een heel werk hoor. Want heeft u enig idee hoeveel boeken u op jaarbasis allemaal door uw vingers laat gaan? Ontelbaar. Gewoon ontelbaar. En waar sorteert u dan op? Dat is het systeem van vroeger in de bibliotheek, het zogenaamde CISO-systeem. Dat is een oud systeem. Ik heb namelijk ook deeltijds in de bibliotheek gewerkt. En daar heb ik dat van meegenomen. Dit is de 27e editie van deze boekenbeurs. Jullie doen dat voor zelf de broek omhoog te houden? Ja, inderdaad. Wij onderhouden dit pand. Dat is van ons, van onze VZW. Dat kost wel wat geld, dat onderhoud. Maar ook instrumenten, zeker blaasinstrumenten, kosten een bom duiten. Dus wij werken daarvoor, ja. Wat is nou het mooiste boek wat u ooit heeft gezien? Daar is op zeker ogenblik hebben we iets gevonden. Want dat was het. We hadden het eerst niet in de gaten, maar uiteindelijk waren dat geschriften van een notaris van 1831 en 32. En dat was dus in de tijd dat wij nog boters waren. Er wordt bewust gekozen voor een periode van 3 weken en niet 1 bepaald moment. Waarom is dat? Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om onze beurs te bezoeken. Want hoe meer mensen komen, hoe meer geld wij genereren, uiteraard. U gaat nog jaren door met dit werk? We zijn al jaren bezig en het wordt tijd dat we beginnen af te bouwen. Buiten de 40-tal muzikanten hebben wij toch een 20-30-tal medewerkers, vrijwilligers, waarvan er een aantal het hele jaar bezig zijn, ja. Net zoals daarboven de jeugd, daar is apart al iemand. En ook voor de platen, LP's, singles en dat gedoe, hebben we ook een apart iemand al. Dus u bent wel bezig om het een beetje af te bouwen? Zo mag u het zeggen, ja. U gaf al aan 40 muzikanten bij uw harmonie. U doet ook aan verjonging? Daar zijn we volop mee bezig. Wij nodigen elk jaar de lagere scholen uit om kennis te maken met blaasinstrumenten. En die kunnen dan zelf ook een ding doen onder de leiding van onze muzikanten die zich daarvoor vrijmaken. Wat is nou een van de eerstkomende evenementen die u gaat organiseren? Wel, blij dat u dat vraagt, want op 1 april organiseren wij een percussieconcert hier in deze zaal. En dat concert is ten voordele van Kom op tegen kanker. We hebben ook in onze vereniging met die ziekte vaak en veel te maken gehad. En we willen voor alle mensen die zich daarmee bezighouden en research over doen, willen we iets terugdoen.